presenteer jij jezelf goed tijdens een videosollicitatie? Oh. Interessante vraag, want video wordt natuurlijk steeds populairder. Ja. We hebben video's waarin je jezelf echt voorstelt dat jij de geschikte kandidaat bent, maar ook echt zo de video sollicitatiegesprekken natuurlijk. Mm-hmm. Maar hoe kom je dan het beste tot terecht? Het is sowieso, het voelt altijd, zeker in het begin, altijd een beetje awkward dat je naar een camera aan het praten mm-hmm. bent. Je ziet niemand echt zitten. Dus eigenlijk is, laten we beginnen bij het begin. Zorg ervoor dat je je camera en je geluid getest hebt. Dat alles gewoon goed werkt. Zodat je niet als je zenuwachtig zo'n gesprek ingaat nog van alles moet oplossen. Dat is een belangrijke. Precies. Je wil er natuurlijk goed uitzien. Dus zorg ervoor dat misschien wel het daglicht, als dat mogelijk is, in je gezicht schijnt. Vaak krijg je dan een mooie belichting op je gezicht. Articuleer. Heb jij nog tips? Ja, kijk vooral ook recht naar de camera. Want als je jezelf op het scherm ziet, is het soms nog wel verleidelijk om naar jezelf te kijken. Mm-hmm. Maar voor jouw contactpersoon of degene waarmee je het gesprek hebt, is het toch wel een stuk fijner als jij die persoon ook echt aankijkt. Ja, precies. Dat is een hele goeie. Nogmaals, het is een beetje gek, maar het werkt als een malle.